Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 5 juli. Groeien in onderscheidingsvermogen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jesaja 11, vers 2 en 3. De geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Jezus leefde zijn leven door onderscheidingsvermogen. Zijn onderscheidingsvermogen was niet gebaseerd op de oppervlakkige waarnemingen van zijn vlees. Het was het resultaat van zijn intieme gemeenschap en relatie met God zijn Vader. Dezelfde gave van onderscheidingsvermogen is beschikbaar voor jou en mij door onze relatie met God. Dus hoe werkt het? Voordat je iets wilt doen, moet je in je geest nagaan of datgene wat je op het punt staat te doen ook goed is. Als je vrede hebt, ga dan verder. Maar als je je ongemakkelijk, verward of gefrustreerd voelt, wacht dan. Een klein voorbeeld. Het is gebeurd dat ik in een winkelcentrum iets wilde kopen, maar voordat ik bij de kassa kwam, voelde ik een belemmering in mijn geest. Het was net alsof de Heilige Geest mij een por gaf om het niet te kopen. Het boeiende van dit soort momenten is dat elke keer dat jij en ik ervoor kiezen om naar de ingevingen van de Heilige Geest te luisteren en op te volgen, onze geest sterker wordt en meer Gods kracht zichtbaar wordt in ons leven om in de vrucht van de geest te handelen. Geef je over aan de Heilige Geest en volg zijn ingevingen en je zult groeien in hetzelfde onderscheidingsvermogen waarin Jezus wandelde. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil geen keuzes maken gebaseerd op mijn eigen oppervlakkige of zelfzuchtige verlangens. Ik wil in onderscheidingsvermogen wandelen. En als ik bij u mijn beslissingen neerleg, wilt u dan mijn verlangens, die niet van u zijn, belemmeren en mij uw vrede geven om uw weg te volgen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.